Hey, wat ik deze week allemaal weer heb uitgespookt. Het is lekker weer. En daar hebben we van genoten. Harm en ik zijn 2 dagjes naar Schier geweest. Ah, jullie zijn er. Harm is er al. Dagje Schiermonnikoog hoog. Bed and breakfast. Ja, nou gezellig. We zijn er. Wat nog meer? Druk bezig geweest op pianootje. Zal ik jullie niet mee vermoeien. Alhoewel sommige abonnees het ook leuk vinden om daar weer wat van te zien. Ik beloof bij deze dat ik binnenkort weer een compilatie ga maken van wat ik al kan of niet kan. Voor de rest een aantal klimroutes gebouwd. 2 4C's en vandaag een 5B gebouwd. En ik heb nieuwe klimschoentjes. Haha, kijk. Daar zijn ze. Deze keer heb ik de La Sportiva Otaki. Ik denk dat ze de Otakis heten. Omdat dat de naam is van een plaats in Nieuw-Zeeland. Rayu Otaki Park. Samurai zwaard. Wat een uiterst precies zwaard was. De Otakis. Met name dus voor de precisie waarschijnlijk. Die scherpe rand. Het mooie is dat hij een P3 systeem heeft. Wat inhoudt dat het rubber blijft zijn vorm vasthouden. Ik heb ze vandaag even geprobeerd. En hij zit hier, zit hij precies in de holte van je grote teen. Waardoor je grote teen echt hier ingedrukt wordt. Ik zal proberen te laten zien wat ik bedoel. Deze uitsparing zit precies hier. Wat inhoudt dat hij mijn grote teen in deze positie drukt. Waardoor ik maximaal op scherpe randjes kan gaan staan. Mijn grote teen zit echt hierin, wordt ondersteund daar. Maar goed, dat voor de klimfanaten onder ons. Ieder ander zal dat niet zo interessant vinden. Tenminste, heb je niks met klimmen, dan vind je dit ook niks aan. Dus die kunnen aan de kant. En dat was het deze week eigenlijk wel. Ik heb hoop gedaan, vind ik zelf. Toch weer lekker naar het eiland geweest. Straks een hapje eten. Over een hapje eten gesproken, dat heb ik ook nog gedaan. Paul en Ina, hartstikke bedankt. Ze hebben me gisteren uitgenodigd om een hapje te gaan eten bij Taste & Flavor, Rijdiep Haven. 2 uur tijd, kanen wat je wil. Heerlijk. Maar ja, met dat heerlijke kanen sluit ik af deze keer. Jullie hebben waarschijnlijk wel honger gekregen. Ik zeg daarom, eet smakelijk. Tot de volgende keer. En wat die volgende keer zal brengen, is voor mij ook altijd een verrassing. Deze keer ging de vlog over deze week en de volgende. Wie weet. Gewoon lekker blijven kijken. Mooi.